Bij het afregelen van de vleugel stel je alle mechaniekonderdelen af volgens een bepaald protocol. Hiermee ontstaat een gelijkwaardig en evenwichtige aanslag. Precisie betekent perfectie. Eerst dit gedeelte loshalen. De klep. Zo. Hier zitten klaviersteunen in. Deze steunen. De klaviersteunen zorgen ervoor dat als je speelt, de energie dus niet verloren gaat aan de beweging van het klavier zelf. Dus de vibratie. Maar dat als het ware de energie zo recht naar achter, naar de hamerkop en uiteindelijk naar de snaar toe gaat. En die klaviersteunen vangen dus eigenlijk de trilling op. Hoe moeten we dat doen? Door de bakstukken te plaatsen hier aan de zijkanten. Het klavier onder druk te zetten. Het klavier gaat iets bol staan. En als het klavier iets bol gaat staan, kun je dus spanning opbouwen. En de klaviersteunen ondersteunen die spanning. Hier hoor je het. Lucht, vast. Lucht, vast. Ik til hem nu iets op. Dat betekent dat nu die steun hem zeg maar van de klaviertafel af duwt, zodat er dus geen vibratie in het mechaniek zelf zit. En dit is de controle daarvan. Dus dat is goed. Bij het schuren van de hamerkoppen is het belangrijk dat de vorm een druppelvorm heeft, een ronde vorm. En de ronde vorm die zorgt ervoor dat de energieoverdracht groot is. Hoe platter, hoe minder energieoverdracht. Sterker nog, je hebt verlies van energie en de hamer fungeert een klein beetje als demper. En vooraf moet elke hamer een ronde vorm hebben. En dat doe je met de hand. Nu meten we of alle toetsen de gelijkwaardige hoogte hebben en geen afwijkingen zijn dat er één lager of hoger staat. Want dat heeft ook invloed op je diepgang. Of dat die hoger of lager zou staan. Als die lager zou staan, kleinere diepgang, hoger zou staan, hogere diepgang. Dit is een voorbeeldtoets. Dit is een mal om te meten of dat de diepgang dezelfde maat heeft, individueel per toets. Meten is weten, maar ook constantie betekent gevoel van eenheid, gevoel van overal hetzelfde en evenwichtigheid. Dit is een hulpmiddel om te meten hoe hoog je stijghoogte zou moeten zijn. Dus een soort controlemiddel, een mal. Dit is de piloot. En met die piloot kun je de stijghoogte instellen. En de stijghoogte, ongeveer 47 mm, is de hoogte van 0. Naar het maximale stijggedeelte is 47 mm zo ongeveer. En dat kun je hiermee instellen. Dit is de opstoter, dit is de roulette, dit is de brug. En de opstoter staat loodrecht op de roulette om een zo hoog mogelijke kracht door te kunnen geven naar de roulette. Wanneer de opstoter loodrecht onder de roulette staat, kun je het meeste de kracht overbrengen. Echter, wanneer de opstoter schuin zou staan, heb je veel meer krachtverlies door middel van die wrijving. Terwijl als het loodrecht op de roulette staat, heb je dus de hoogst mogelijke krachtsoverdracht. De opstoter moet iets onder de brug liggen om makkelijk en vrij te kunnen bewegen, zodat de roulette geen contact heeft met de opstoter, dus er ook makkelijk onderuit kan. Dit is de afnik.
tikje. Wanneer de afval en de stijghoogte en de diepgang goed zijn afgesteld, kun je normaal spelen. Maar zelfs die afval, die zit hier, kun je heel pia pianissimo spelen. Nu stel ik de repetitie veer af, zodat elke toets gelijkmatig kan repeteren. Een te trage veer betekent slechtere repetitie. Vervolgens komt de vangerstand en de vangerstand is de stand van de hamer na de aanslag tegen de snaar die in de vanger terechtkomt. En dat moet 15 mm zijn. Dat is deze maat en die ga ik controleren. Ja. Dus dat is een eikpunt en daar kun je dus al je eikpunten maken in het klavier. En vervolgens dat weer in één lijn afstellen. Wanneer het mechaniek goed is afgesteld, kun je ervan uitgaan dat als je zou spelen en je hoort klankverschillen of hardheidverschillen van klank, dat dat te wijten is aan de intonatie die niet goed is. En die kun je afstellen door middel van een intonatienaald de hamerkop dusdanig te bewerken dat je het dynamisch bereik van de hamerkop in kan stellen. Onlosmakelijk met elkaar verbonden is dat de hamer de drie snaren tegelijkertijd aan zou moeten slaan. Echter wanneer dat niet gebeurt, ontstaat er een faseverschil tussen de snaren. En dat gaan we nu meten. Door dit te meten, hier zit een faseverschil, dat zou betekenen als er een faseverschil zit, dat de opbouw van boventonen ten opzichte van de snaren verschillend zijn, waardoor er andere boventonen ontstaan die doen lijken alsof een toon hard is, maar eigenlijk alleen maar boventonen zijn die niet tonaal eigen zijn, waardoor het hard gaat klinken. Na de afregeling en de intonatie doorgelopen te hebben, is die klaar om bespeeld te worden.